Hoi, Lin. Joram. Hoi. Nou, ik sta hier bij Lin Rauhorst, bij de Old School in Winterswijk. Lin, kan je wat vertellen daarover? Ja, ik denk het leukste gebouw in Winterswijk om te wonen, zeker als jongere. En waarom? Daar vertel ik jullie graag meer over. Nou, we zitten nu lekker binnen op de bank. Kan je iets meer over jezelf vertellen, Lin? Yes! Zoals jullie kunnen zien ben ik heel erg creatief. Dus dat vond ik in ieder geval heel leuk dat ik mijn passie daar in mijn woning in kwijt kan. Ik woon hier nu 3 jaar in Old School en ben eigenlijk voorlopig nog niet van plan om weg te gaan. Dan moet er wel iets heel wonderbaarlijks gebeuren om mij nu uit Winterswijk te halen. Dus, Ja, en dat project Old School, kan je daar iets meer over vertellen? Hoe belangrijk dat ook is voor jongeren? Ja, dat is 3 jaar geleden. Ik ben zeg maar van de eerste lichting die hier is komen wonen. En vanuit mij, ik heb samen gewoond en ik was op zoek naar een huis. Maar ja, als je ineens van samen naar een huis alleen gaat, is dat best een grote stap. En daarin is Old School heel prettig, want we wonen hier met best wel mensen alleen. Maar je bent eigenlijk nooit alleen, want je kan altijd contact opzoeken met buren, samen eten, samen koffie drinken. En voor mij is dat echt een meerwaarde dat ik wel mijn eigen plek heb. Ik heb mijn eigen keuken, badkamer. Ik ben gewoon helemaal op mezelf. Maar het zal zelden zijn dat ik hier alleen aan de eettafel zit. Omdat ik eigenlijk altijd met buren aan het eten ben of bij hun wordt uitgenodigd. En dat is toch wel een stukje, super leuk sociaal contact. En ook qua werk, er zijn hier heel veel creatievelingen in het gebouw. En die soms heeft iemand een webdesigner nodig en dan weten die elkaar ook weer te vinden. Of soms heb ik foto's nodig voor iets en ik had altijd een buurvrouw die was fotograaf. Dus zo weet je elkaar qua werkgebieden ook te vinden, wat heel mooi op elkaar aansluit. Zie je nog meer positieve ontwikkelingen in de Achterhoek? Ik heb het idee dat veel, tenminste ik zie het om me heen bij vriendinnen ook, dat mensen weer terugkomen. Die toch eerst zeiden, nou we gaan naar het westen en we blijven daar. Maar die dan toch nu zeggen van we gaan weer terug, want het was misschien nog zo slecht niet daar. En ik denk ook wel dat dat beter is geworden de afgelopen tijd. Dat er meer projecten zoals Old School ook komen. En ik zit nu zelf ook in het onderzoekende wat ik graag wil. En ik ben laatst ook op een open avond geweest van het Grenslat College hier in Winterswijk. Wist ik zelf ook niks van, maar was ik helemaal verrast over dat we dat ook aanbieden. En dat heeft denk ik ook een stukje te maken met mensen hier houden. Dat ze niet weer heel ver weg moeten voor onderwijs of om zich te ontwikkelen. Dus dat zijn wel positieve dingen dat ik denk, ze zijn wel echt bezig om jongeren hier in de Achterhoek te houden en daar hun best voor te doen. Hey, en er zitten allemaal mensen in de zaal straks te luisteren naar dit verhaal. Mm-hmm. Heb jij nog een oproep aan bestuurders in de Achterhoek, mensen in de zaal, dat je zegt van nou, dit wil ik toch wel even meegeven voor deze dag? Dat ik denk dat het heel belangrijk is om betaalbaar wonen, daar echt in te investeren. Want ik hoor nog steeds om me heen van mensen die zeggen, ik zou best wel op mezelf willen, maar er is gewoon niks aan aanbod. Dus dat denk ik, wil je mensen hier echt houden? Al denk ik dat het aan woningaanbod in het Westen misschien ook niet heel makkelijk is. Maar ja, om daar toch manieren voor te vinden, zeker zoals een leegstaand pand als dit, als je dat weet om te toveren. Dus dat. En voor de rest denk ik dat ze goed bezig zijn voor nu. Nou, hartstikke mooi. Nou, je hoort het. Betaalbaar woningaanbod, zoals Old School in Winterswijk, dan komt heel veel goed.